Communicatieadviseur Angela van der Kooijen heeft gisteren haar eerste boek Ik Ben gepresenteerd. Het boek gaat over communicatie met aandacht voor wie je bent, wie je was en wie je zal zijn. Ik Ben brengt je terug naar je innerlijke kracht. Een kracht die iedereen heeft, zegt Van der Kooijen. Mensen zijn vaak op zoek naar liefde, middelen van buitenuit om ervoor te zorgen dat ze dan gelukkig zijn. Maar geluk begint van binnenuit. En dat is ook mijn boodschap met dit boek. Het geeft ook aan van als je goed wil communiceren, want dat is mijn achtergrond. Ik ben heel veel bezig met communicatie. Moet je ook goed in staat zijn om te weten wie je bent. Want als je weet wie je bent, kun je dat ook gebruiken, inzetten om beter te communiceren met anderen en connecties te maken. Hoe bent u op het idee gekomen om met zo'n onderwerp te komen? Het heeft ermee te maken dat ik zelf ook een spirituele reis heb doorgemaakt en heel veel observeer, heel veel zie, heel veel ook analyseer over hoe wij communiceren in Suriname. En op basis daarvan ben ik gewoon alles gaan opschrijven, heel veel mensen ontmoet, met veel mensen gesproken erover. En de observaties, de ervaringen van anderen, maar ook ervaringen van mezelf heb ik toen neergepend. Hoe lang duurde dat allemaal? Dit proces heeft bij elkaar 3 maanden geduurd. Maar schrijven. Het schrijven heeft 3 maanden geduurd, maar het boek is al 1,5 jaar geleden geschreven. Van der Kooijen kwam voor grote uitdagingen te staan toen ze haar boek wilde uitgeven. Vanwege de vele restricties bij de verschillende uitgeverijen besloot ze het boek zelf te publiceren. Ze heeft daarvoor flink moeten sparen, zei Van der Kooijen. En zij leest nu een stuk voor uit haar boek. Energie gaat waar je het naartoe stuurt. Elke handeling begint met gedachten. Elke gedachte komt uit het universum die op zoek is naar een connectie. Ben jij uitgekozen om deze gedachten op te nemen en verder mee te nemen in jouw denken en jouw visie, dan kun je deze gedachten omzetten in menselijke processen. Denk je positief, dan zul jij al jouw handelingen daarna richten. Positieve woorden zullen hun weg vinden via jouw gedachten richting jouw bewuste en onbewuste uitingen. De taal die jij gebruikt om je uit te drukken, stelt jou in staat om deze positieve woorden geleidelijk aan in verbinding te brengen met jezelf en het universum. Als persoon ben jij een onderdeel van het universum dat onderling connecties creëert tussen mensen, dieren, planten, voorwerpen, omgevingen, gedachten, ervaringen, gebeurtenissen en alles dat in het universum voorkomt. Tot zover Angela van der Kooijen. Ze heeft gisteren haar eerste boek Ik Ben gepresenteerd op het parkeerterrein van Ring Center Plaza. Het boek is bij FACO te koop. Van der Kooijen is van plan om meer boeken te publiceren.